Het is inderdaad code rood. In crisis dan spreken wij vaak over situaties waarin we dan zeggen het is 5 voor 12. Ik zou willen beweren dat het nu 5 over 12 is. Het is buitengewoon zorgelijk voor een heleboel dorpshuizen op dit moment. In het Friese dorpje Bornbergen zijn al sinds jaar en dag allerlei activiteiten in het dorpshuis. Maar dat komt nu in gevaar. We zijn net een beetje aan het opkrabbelen uit de coronacrisis. Ook dorpshuizen zijn daar natuurlijk door getroffen. De opgebouwde reserves die ze hadden, die zijn een beetje als sneeuw voor de zon verdwenen. En nu komt de energiecrisis eroverheen met een forse aanpassing van de tarieven, die overigens iedereen treft, maar dus ook dorpshuizen. De energietarieven voor volgend jaar zijn al bekendgemaakt door de leverancier. En het blijkt dus dat we per maand straks €1800 meer moeten betalen. Dat houden we ongeveer 9 maanden vol en dan is het op. Dan moeten we de deur op slot doen, zoals het nu lijkt. Van 1200 naar €3000, een behoorlijk verschil. Besparende maatregelen zijn dan ook noodzakelijk. We zijn hier komen in een grote zaal. Dit is natuurlijk de energievreter. Je ziet de hoogte wel van het plafond. Het is bijna 7,5 à 8 meter. Nou, we zijn hier bezig om op 4 meter hoogte een systeemplafond aan te brengen. Een akoestisch systeemplafond, zodat ook het geluid goed weg kan en dat we de zijkanten beter geïsoleerd. En daarmee hopen we heel veel gas te besparen in deze ruimte. Het is de plek voor de bridgespelers, waar is onderhandeld over de temperatuurinstelling van 18 graden. De meesten vonden dat te koud, nu staat die op 20. We moeten wel iets voor de energie bijbetalen hier in het bind, maar dat hebben we er graag voor over. 18 graden als je stil zit is toch wel net iets te min. Er moet wel een graadje of anderhalf hoger. Eigenlijk zou de temperatuur hier naar 18 graden gaan, had u dat meegekregen? Dat heb ik meegekregen, maar wat dacht u toen? Ik heb expres aan een trui en een sjaal om, dus je kleed je er gewoon wat meer op. Dat is onze biljartzaal. Hier is het ogenblik is er een billboard, een coverband is aan het spelen. Ook deze muziekgroep hoopt niet dat het dorpshuis de deuren moet sluiten vanwege de hoge energierekening. Ja, dat zou echt heel zonde zijn. Ja, dat zouden we echt heel erg jammer vinden. Wat zou dat voor jullie betekenen als het dorpshuis zou sluiten? Dat zou betekenen dat wij uit zouden moeten wijken naar andere commerciële partijen. Zoals bijvoorbeeld oefencentra, waar natuurlijk gewoon op basis van uur gehuurd wordt. Dat zou voor ons vele hogere kosten betekenen. Gewoon hogere kosten. Anderhalve week geleden zagen we in Heemskerk hoe Marie-José haar moeder helpt op de markt. Ze heeft een licht verstandelijke beperking en kan met haar Wajong-uitkering nauwelijks rondkomen. Ja, op zich gaat het gewoon heel goed. Ik heb hier verschillende reacties gehad. Hele lieve, echt ontzettend lieve reacties. Bijvoorbeeld een stel die hun energietoeslag die ze kregen, wouden ze graag aan mij schenken. Zodat ik wat leuks ervan kon gaan doen en het goed kon gebruiken in deze tijd. Ja, dat er dan toch nog zulke lieve mensen zijn die mij wat extra's gunnen in deze tijd, ja, dat waardeer ik zeer zeker heel erg. Terug naar het Friese Bornbergen, waar het dorpshuis worstelt met de hoge energierekening. Op het moment dat je gaat zeggen van ik ga die kosten 1 op 1 doorberekenen naar mijn gebruikers, dan is je sociale functie eigenlijk ook meteen weg. En dan ga je ook een hele grote groep uitsluiten. En ik denk dat dat niet de bedoeling zou moeten zijn. Dus Den Haag, kom op. Ik hoop inderdaad dat Den Haag dat inderdaad ziet en gaat onderkennen. Maak maatwerk. Kijk wat het nut is van dorpshuizen. En dat is het belangrijkste. Als ze dat inzien, dan kost het een beetje geld, maar het brengt veel meer op.